Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. En er is daar nou een kraantje op het dak bezig. Volgens mij die steentjes allemaal aan het verwijderen. Want dit is volgens mij nog zo'n gebouw met allemaal van die steentjes op het dak. Tegenwoordig zie je dat niet zoveel meer. Maar begin jaren 80 nog wel. Dus ik denk dat hij die aan het verwijderen is. Ik zou niet weten wat hij er anders aan doen is. En de kraan is daar beneden bezig. En er is net nog een vrachtwagen aankomen rijden erachter. En daar boven de ingang daar is ook al van alles verdwenen. De ramen onder andere. En dit is er over van dat veldje wat altijd zo helemaal knap was. Tjonge. Verder eigenlijk nog steeds niet zo heel veel te zien. Nee, de sloop gaat nog wel grotere vorm aannemen. Maar dit is in ieder geval wat het vandaag is. En hier zie je de drie gapende gaten boven elkaar. Met er op de achtergrond de achterramen van het gebouw. En daarachter legt natuurlijk de ring. Vreemd gezicht joh, want die gaat in de gevel. En die is daar op het dak bezig. En daar verderop, daarachter, daar zie je dat deurtje waar ik in de eerste video die ik hier maakte naar binnen ging. Die punt, dat zal ook nog een heel werkje worden. Ja, het wordt nog wel een klusje bij elkaar. Dit is allemaal nog steeds beginwerk in de eerste anderhalve week. Ja, een mooi gebouw heb ik het nooit gevonden. Maar het bepaalde wel het hele beeld als je hier de wijk in kwam. En dat verdwijnt. Het is altijd een kantoor geweest. En over enige tijd dan wonen hier gewoon allemaal mensen. Er staan hier woontorens. Dat is toch wel een vreemd idee. Ondanks dat het nooit een mooi pand geweest is. Het is zeker niet mijn favoriet geweest in Alkmaar. En dit was het beeld al die jaren vanaf de ringweg. Weliswaar natuurlijk zonder die kapotte ramen. Het valt nou natuurlijk heel erg op dat die gesloopt wordt. Maar dit was hem. Je kon hem hier gewoon niet missen. Hier ging je de wijk in. En ook als je die wijk rijdt, dan zie je hem overal. Die opvallende punt. Die gaat verdwijnen. Het wordt een heel ander beeld vanaf hier ook. En dit is natuurlijk de ringweg. En hier ga je de Egmondermeerpolder in. Trouwens een behoorlijk grote afslag heb ik altijd gevonden. Ik heb altijd een beetje het gevoel gehad dat hier ook nog een wijk moest komen. Maar ja, dat is nooit doorgegaan. Want ik bedoel, deze afrit, die komt eigenlijk uit op een heel klein polderweggetje daarachter. Ik heb altijd het gevoel gehad dat dat ergens anders voor was. Maar ja, dat is nooit doorgegaan. Dat is net als een overkant. Met hier nog heel even het Arendgebouw. Oké, daar kwam de vrachtwagen dus voor. Het kraantje is nou helemaal boven op het dak gezet. Nou, dan is hij inderdaad wel voor die steentjes. Die moeten er natuurlijk allemaal vanaf. Ja, je kan het ook zo wegslopen dat het vanzelf naar beneden komt, maar op deze manier is het ook handig. Er zal het inderdaad wel voor die steentjes zijn. Ik heb eigenlijk nooit op Google Earth goed gekeken of er steentjes op liggen. Maar dat zal gerust wel. De poort. En ik ga hem hier weer afsluiten. Dit was hem weer voor dit keer. Ik ga weer terug richting het subtropische Noordse Woude en ik ga hier zeggen tot de volgende.